120 dagen geleden stonden we hier op een braakliggend stuk grond. En vandaag is er heel wat veranderd. Ik ga jullie meenemen naar wat binnenkort het grootste chocolademagazijn ter wereld is. We hebben afspraken met Pieter de Vreeze van SSI Schaefer, die ons heel wat gaat kunnen vertellen over deze constructie. Dag Pieter, heel fijn jou hier te mogen ontmoeten. Kan jij mij vertellen, die ingewikkelde metalen constructie, wat wordt dat precies? Het wordt een volledig geautomatiseerd magazijn voor de opslag van 83.000 chocoladepaletten. Dat is alvast een heel indrukwekkend cijfer. Dat worden allemaal gangen, als ik het goed begrepen heb? Ja, inderdaad. Allemaal gangen waar dat er telkens één kraan zal inrijden, die de paletten zal wegzetten of ophalen. Hoe verloopt dat? Hoe wordt zoiets bediend? Dat verloopt volledig geautomatiseerd. Er komt daar niemand in eigenlijk. En kan je mij eens wat ideeën geven over, je hebt 83.000 paletten vermeld. Hoe hoog, hoe groot? Kan je daar wat cijfers tegenaan plakken? Dus het gebouw wordt 40 meter hoog en is 2 voetbalvelden groot. En in hoeveel tijd zetten jullie zoiets neer? Dit zal een goed jaar duren voor ons. Okay. Ik ben helemaal mee en ik denk dat we stilaan een stapje verder kunnen op de werf. I couldn't find you. I was lost. Hoog, 62 meter. En daarboven zit nu een kraanman te genieten van zijn ijsje. Maar er lopen nog heel veel mensen rond die ook wel een ijsje verdiend hebben. En die gaan we nu verrassen. Kom maar mee. Thank you.